Wat ik vaak hoor is, als je er mooi uitziet en leuk aangekleed, dan kom je heel makkelijk binnen bij klanten. Wat doet dat met een vrouwelijke verkoper? Is dat iets positiefs of iets negatiefs? Welkom bij Salesbazen, de podcast over sales en sales management. In 2020 begonnen we met het opnemen van gesprekken met onze klanten en relaties. Tegenwoordig interviewen we mensen uit de top van de commerciële wereld in Nederland. Er ontstaat een community van sales professionals die elkaar helpen om beter te worden in dit fantastische vak. We interviewen wekelijks nieuwe gasten, zodat ook jij elke week een stukje dichter bij de waarheid komt. Ken jij een salesbaas of ben je er zelf een? Stuur dan een e-mail naar redactie@salesbazen.com. Mijn naam is Jozef Stevens. Hou je handen aan het stuur en geniet van ruim 30 minuten aan kennis en kunde van de mensen die deze podcast mogelijk maken. Salesbazen. Onze salesbaas van vandaag adviseert bedrijven bij het inrichten van gebalanceerde teams. Ik moest er ook even over nadenken, maar als ik het goed begrijp, presteren teams beter als je meer verschillende soorten mensen aanneemt. Ze is namelijk eigenaar van het Full Service Recruitment Bureau dat zich puur en uitsluitend richt op vrouwen. Of zoals zij het zelf zegt, het creëren van gebalanceerde teams. En in ons gesprek gaan we in op wat dat betekent voor teams binnen sales. En natuurlijk wat de rol van vrouwen in sales is. Ze is managing partner van Women in Sales. Hier is Alice van Teijlingen. Welkom Alice. Welkom, dankjewel voor de uitnodiging. Graag gedaan. Ik begin meteen met de eerste vraag, Alice. Wat is volgens jou het geheim van sales? Ik denk dat het grootste geheim is dat je ten alle tijde jezelf moet zijn. Ik geloof namelijk niet dat sales een trucje is, maar dat je het echt leuk moet vinden en een intrinsieke motivatie moet hebben om goed te verkopen. En uiteindelijk connecties weten te maken met partners. En wat je ziet is dat de afgelopen jaren sales veel meer strategischer is geworden. Dus dat niet meer alleen maar dat hit en run. Maar ik geloof echt dat je vanuit je passie moet verkopen en dit vak echt leuk moet vinden. Connectie, passie, professionaliteit waarschijnlijk. Ja. Mooi. En kun jij eens uitleggen wat Women in Sales is? Ja, misschien is het wel leuk om iets te vertellen eigenlijk over onze nieuwe positionering en onze nieuwe identiteit. Women in Sales is begonnen in 2010 en we hebben onszelf helemaal doorontwikkeld op het gebied van diversiteit en inclusie. Toen wij begonnen was het eigenlijk nog niet zo'n hot item. Dat is de laatste 3 jaar echt wel veranderd. En ik vind het belangrijk dat de D&I-discussie op een goede manier gevoerd wordt. Dus wat je kan zien is dat onze nieuwe propositie heet ook Expert in Balanced Teams. En wij willen eigenlijk geen verschil gaan maken in man, vrouw, nationaliteit, geloofsovertuigingen, seksuele voorkeur. Want het talent zit in mensen en niet in hokjes. En nou, wat je natuurlijk net al bij de intro aangaf, teams met verschillende talenten leveren beter resultaat. En waarom? Omdat je echt vanuit verschillende perspectieven naar hetzelfde kunt kijken en zo met nieuwe oplossingen kan komen. Maar eigenlijk gaat diverse teams over skills, data, trainingen, groeiambitie, perspectief en persoonlijke ontwikkeling, maar voornamelijk over jij en ik. En als mensen me vragen wat is diversiteit, dan geef ik eigenlijk altijd het volgende voorbeeld. Ik heb ooit in een projectgroep gezeten en daar ging het over smart city solutions. En ik deed eigenlijk over de infrastructuur van mensen in een rolstoel. En ik keek om me heen en eigenlijk niemand van ons zat in een rolstoel. En dat is eigenlijk wat voor mij diversiteit echt is dat je het moet bekijken vanuit de vraagstukken. Want wij kunnen ons wel voorstellen hoe het is om in een rolstoel te zitten, maar wij zijn geen ervaringsdeskundigen. Wij weten niet hoe het is om op te staan en dag en nacht in een rolstoel te zitten. Dat is echt een heel andere ervaring en je hebt die expertise nodig. En dat is eigenlijk hetgeen wat diversiteit voor mij betekent. De maatschappij is aan het veranderen, dus de vraagstukken zijn aan het veranderen. Dus je moet daar ook je team op bouwen. En Women in Sales is eigenlijk één van de labels van Expert in Balanced Teams. Mm-hmm.
En hier kijken we natuurlijk naar gebalanceerde teams. Maar we zijn een werving- en selectiebureau met een executive search onderdeel. En 5 jaar geleden hebben we de Developer Academy opgericht. Om vrouwen ook op te leiden in de sales. En dan hebben we nog een aantal vrouwelijke toptrainers in dienst. Die CEO's trainen en coachen. En geven we ook nog workshops op het gebied van diversiteit. Wat we willen bedrijven laten zien wat het effect is van diverse teams. En als je bedrijven talenten geeft die zich echt maximaal kunnen ontplooien en een veilige plek, dan ben je ook voorloper als bedrijf op dit gebied. Dus dat willen we eigenlijk bewerkstelligen. En de overige 3 labels zijn Women in Technics, Women in Welding en Women in Consultancy. Dus dat is heel divers. Man, wat een onderneming, Alice. Ja, hè? Leuk om te horen hoe je dat ook aanpakt. Ja, dankjewel. Ik wilde je niet onderbreken, maar toen jij zei D&I-discussie op een andere manier voeren of op een goede manier voeren, toen dacht ik, oh, daar ben ik wel benieuwd van wat ze daar dan mee bedoelt. Nou, wat je heel erg ziet is dat de discussie gevoerd wordt dat de vrouw in een soort van slachtofferrol gezet wordt of dat vrouwen heel erg moeten veranderen. En ik denk eigenlijk dat je helemaal niet zo moet kijken, omdat je dan de plank echt compleet mislaat. Het gaat erom dat mannen, vrouwen of eigenlijk de diversiteit in teams versterken elkaar. Mannen hoeven geen vrouwen te worden en vice versa werkt het ook niet zo. Het gaat erbij om dat je het bij elkaar brengt van unieke eigenschappen. Want dat gaat elkaar versterken. Ja, en daarin ga je groeien en bevorder je creativiteit. Ja, nou wil ik jou eigenlijk om een persoonlijk advies vragen. Ja. Ik heb je ook wel aangegeven dat als ik over vrouwen en sales praat, dat ik me natuurlijk ongemakkelijk voel. Ik heb wel een aantal vrouwelijke commercieel directeuren geïnterviewd. Maar ik ben razend nieuwsgierig hoe vrouwen zich voelen in een salesrol of tijdens een van mijn trainingen. En ik ben echt een nerd op dat gebied. Dat wil ik ook echt. Ik krijg ook vragen van vrouwen die soms anders zijn dan mannen. Maar ik ben natuurlijk ook geen ervaringsdeskundige, dus ik zou het heel fijn vinden om eens met jou daar de diepte over in te gaan. Hoe voelen vrouwen zich in bepaalde situaties? En wat ik vaak hoor is, als je er mooi uitziet en leuk aangekleed, dan kom je heel makkelijk binnen bij klanten. Wat doet dat met een vrouwelijke verkoper? Is dat iets positiefs of iets negatiefs? Nou, ik wil hem eigenlijk terugleggen bij jou. Hoe kijk jij ernaar? Is het voor jou belangrijk? Met andere woorden, als jij iets koopt van een mooie vrouw, zou je het eerder kopen van een mooie vrouw? En overigens, schoonheid is subjectief, hè? Ik bedoel, eigenlijk is uiterlijk voor mij persoonlijk helemaal niet relevant. En gaat het er veel meer over de energie die je uitstraalt en die je ook brengt. Want dat is waar het om gaat. En ik denk dat zeker op een bepaald niveau je echt niet meer kijkt naar, als het echt gaat om strategische vraagstukken, dan wil je iemand hebben met inhoud. Nee. Misschien, en dit is een aanname, want ik weet dit niet, zeker dat je als vrouw makkelijker binnenkomt als je er leuk uitziet. Maar als je daarna niks te vertellen hebt, dan houdt het ook wel heel snel op. Dus brengt je uiterlijk iets. Ik zou het niet durven zeggen. Ik denk op de lange termijn absoluut niet. Wat ik wel geloof, en dat geloof ik echt, dat het ook sales is het uitwisselen van bepaalde energieën. En op het moment dat je energie goed is, dan heeft dat effect op degene die aan de andere kant van de tafel zit. En als sales ben je bezig met dingen creëren. Dus de energie moet goed zijn. En als de energie goed is, dan ga je mooie dingen creëren. En dan zie je ook in gesprekken dat uiterlijkheden dan totaal vervagen en dat de inhoud essentieel is. En dat is het belangrijkste. En uiterlijk, ja, het is leuk. Ik denk niet dat je daar uiteindelijk ver mee komt. En ik denk ook, want je vroeg mij van wat denk jij dat het is. Dus daar zit ik ook nu over te piekeren, te prakkeseren, zoals we dat in Groningen zeggen. Ik denk dat het over aantrekkelijkheid gaat, maar dan niet over vrouw-man, maar veel meer. Ik doe ook liever zaken met een jongen of een kerel die aantrekkelijk is voor mij. En in de zin van, maar nogmaals, dat is subjectief. Praat hij aardig? Zegt hij dingen die bij mij resoneren? Dus ik zie dat verschil tussen vrouw en man veel minder. Maar ik hoor het vaak vanaf de werkvloer, weet je wel. Ik heb een training gegeven bij een bedrijf in bepaalde technische producten. En daar zat 1 dame bij, die was echt heel goed verzorgd, aantrekkelijk zeg maar voor mannen. Maar die kreeg steeds tijdens de training verwijt, ja, maar voor jou is het makkelijk, weet je wel. En dan vraag ik me af,
wat doet dat met die dame die continu eigenlijk wordt beoordeeld op hoe ze eruit ziet en dat het voor haar dan wel even makkelijk zou zijn. Maar wat heb jij gedaan tijdens die training en hoe ben jij erop ingegaan? Want de vraag wordt gesteld, hoe zou zij zich voelen? Eigenlijk is de vraag, wat heb jij gedaan om haar te beschermen in die training? Nou, dat je het woord beschermen noemt, vind ik al heel veelzeggend. Want inderdaad, dat was mijn neiging. En ik ben niet volleerd, daarom heb ik dit gesprek ook met jou daarover. Mijn reactie was haar steunen. En met name op het moment dat mensen begonnen die opmerkingen te maken, haar juist in haar kracht zetten met betrekking tot haar kennis. Maar ik heb haar persoonlijk aangesproken. Ik zeg, laat je nooit wegzetten als een mooi poppetje. Nee, maar ik denk want mensen willen uiteindelijk zaken doen met capabele mensen. 100%, maar de verantwoordelijkheid in dit geval ligt niet bij haar, maar ligt bij de rest van de mensen aan de tafel. Want een grapje is leuk, maar de grapjes op een gegeven moment zijn ook niet meer leuk. Nee. En het heeft helemaal, het creëert niks en het brengt niks. Ja. Dus waarom zou je het überhaupt doen? Het is ook een beetje soms gewoon lompigheid. En ik denk als man zijnde kan je op dat moment je mede mannelijke collega's ook wel corrigeren van, hé, waarom zeggen we dit eigenlijk? En zou jij het leuk vinden als je het even reflecteert naar jezelf, zou jij het leuk vinden om op die manier aangesproken te worden? Dus eigenlijk moet je altijd naar jezelf reflecteren en kijken, ik vind het fijn, vervelend als mensen me op die manier aanspreken, dus doe het ook een ander aan niet aan. Ja. Je wil nou, iedereen wil uiteindelijk erkend worden. Want uiteindelijk hebben we allemaal dezelfde basisbehoeften, geloof ik. Je wil erkend worden op hetgeen wat je kan. En niet hetgeen hoe je eruit ziet of whatever. Maar het is soms toch ook wel aantrekkelijk. En dan betrek ik het op mezelf. Als iemand zegt, oh Jozef, zie je er vandaag goed uit. Dus als je complimenten krijgt over je uiterlijk. Dat zal ook voor vrouwen wel zo werken. Nou, het ligt allemaal de manier waarop je dingen brengt. Het gaat altijd, de boodschap kan heel leuk zijn. Ik kan bijvoorbeeld tegen mijn collega zeggen van, oh, wat zie je er geweldig uit. Oh, wat heb je leuke schoenen. Of, ja. Daar zit een hele andere lading aan als dat er tegen je gezegd wordt, nou, jij ziet er eens even leuk uit. Dat heeft een hele andere boodschap. Mm. En daar zit wel een scheidslijn. Ja. Wat is de bedoeling daarachter? Ja. En voelt iemand zich kom je te dicht bij iemand zijn energie en wil je dat niet? Ja. Want ik denk dat je als je de discussie hebt, want dat is ook wel grappig, ook in onze discussie, de vragen die je stelt zijn echt vragen die je stelt aan vrouwen. Maar als jij nu een gesprek hebt met mannen, stel je deze vragen niet. Jij stelt niet een vraag aan een man over, je bent een knappe vent en wat doet het nou in de sales? Ja. Of, jij hebt 3 kinderen, hoe gaat het nou thuis? Hoe heb je alles geregeld? Mm-hmm. Dus wat je ziet is dat een maatschappelijke discussie ook altijd gevoerd wordt met vooroordelen, bias, mindbugs, vind ik een leuke woord. Ja. Dus je ziet dat de gesprekken naar vrouwen, ook in sollicitaties, worden gewoon anders gesteld. Er is een onwijs leuk filmpje in Nieuw-Zeeland. Die hebben eigenlijk gewoon het omgekeerd in een filmpje. Dus die hebben aan mannen letterlijk gevraagd, en wil je nog kinderen? En hoe heb je dat thuis geregeld? En het is wel lastig, hè, met 4 kinderen dan nog promotie willen. Hoe doe je dat nou eigenlijk allemaal met reizen? En ik denk dat je daar ook in ons gesprek moet je er rekening mee houden dat we dat vooroordelen op een bepaald niveau ook echt wel gevoed worden. Er zijn namelijk, en dat merken wij ook, wij bemiddelen heel veel vrouwen, heel veel topvrouwen, en die zitten echt op een heel ander niveau. Die zijn echt niet meer bezig met wat ik vandaag aan heb, hoe mijn haar zit, welke hakken ik aan moet of whatever. Nee, die zijn echt bezig met hele andere vraagstukken. Dus ik denk ook, als we het onderwerp willen veranderen, dat we ook op moeten houden met bepaalde vooroordelen, maar ook constant dezelfde vraagstelling. Ook in de politiek wordt er gezegd, het gaat om de kinderopvang. Nou, van de week heeft er een artikel ingestaan dat het helemaal niet uitmaakt voor vrouwen als ze de kinderopvang vergoed krijgen, dat ze dan opeens meer gaan werken. Oh. Dus je ziet dat de thema's zijn totaal anders als wat we denken dat de thema's zijn. Ja, ja. En dus wil je dit onderwerp goed in kaart brengen, zul je een hele andere discussie moeten voeren. Ja. Ja, hoe? Door echt na te gaan wat de essentiële punten zijn en de unconscious bias, de mindbugs. En die hebben we allemaal. Maar hoe vecht je dat tegen?
En ook gewoon niet constant dezelfde vragen stellen. Ja, als ik hem samenvat, zeg jij ook tegen mij nu in dit interview, grow up. Doe eens normaal. Nee, wat ik dat helemaal niet. Want ik denk dat je het bespreekbaar moet maken. Maar je moet je er wel bewust van maken dat je iets door constant dezelfde vragen te stellen dezelfde discussie in stand houdt. En ook constant hetzelfde verhaal wil vertellen. En dat is eigenlijk helemaal niet zo. Want de obstakels waar vrouwen mee te maken krijgen is echt per vrouw en per organisatie verschillend. En vrouwen kunnen namelijk dezelfde doelstellingen en resultaten behalen dan mannen. Daar is absoluut geen onderscheid in. Wellicht kunnen ze het ook nog beter. Dat is een grapje, maar... Nou, dat kun je niet uitsluiten. Maar ze doen het op hun eigen manier. Ja, en alleen vrouwen verwoorden dingen anders. Ja, ja. Ik denk dat daar een discussie over gaat. En het is misschien wel leuk om te zeggen, op mijn LinkedIn staat een heel leuk filmpje en dat gaat over de missing 33%. En wat daarin verteld wordt, is waarom vrouwen bijvoorbeeld minder goed doorstromen als CEO, is niet omdat ze niet goed genoeg zijn, want dat is echt onzin en vrouwen moeten ook niet veranderen, maar omdat ze informatie anders brengen. En dat is echt heel leuk om te luisteren. En zij heet Susan, ik zeg haar naam waarschijnlijk verkeerd, Colantuono. The Missing 33%. Het is al een oud filmpje, maar nog steeds heel erg actueel. Ja. En daar zie je eigenlijk van, hey, dit is eigenlijk het advies wat je moet krijgen op sollicitatiegesprekken of als je intern wil doorstromen. En dat is een interessante discussie. Ja. Maar de discussie over uiterlijk van een vrouw, over de kinderopvang, over wat te doen bij een situatie dat, het is wel een beetje passé. Ja. We moeten de discussie naar volgend niveau brengen. Nou, dat gaan we dan nu doen, Alice. Yes. Je hebt meer diversiteit nodig in teams, ook in sales teams. En dan maakt het niet uit of het meer man-vrouw verhouding is, maar ook verschillende culturen of verschillende gedragskenmerken. Dus persoonlijkheidstypes. Daar heb jij volgens mij onderzoek naar gedaan. En ik ben heel erg benieuwd of je dat kunt staven. Of dat echt qua economische impact een verandering betekent binnen organisaties. Nou, als je bekijkt, ik heb niet alle onderzoeken zelf gedaan, maar als je kijkt bijvoorbeeld naar onderzoeken zoals McKinsey of de Boston Consultancy Groep, die hebben onderzoek gedaan op 171 Duitse, Zwitserse en Oostenrijkse bedrijven. En daar kan je heel duidelijk zien de relatie tussen een divers management en verhoogde omzet. En dan moet je wel weten dat ongeveer 20% van de vrouwen dan ook, of van het management ook echt uit vrouwen moest bestaan. Roland Berger, die hebben eigenlijk gezegd dat bedrijven met een diversiteit in het personeelsbestand beter presteren dan hun concurrenten. En deze bedrijven zijn eigenlijk tot 70% meer winstgevend dan minder diverse ondernemingen. Wat betekent tot 70% meer winstgevend? 70% van die bedrijven maakt meer winst? Of ja, maken de bedrijven 70% meer winst? Ze maken 70% winst, meer winst. Dat is een significant verschil, zeg. Ja, en dan hebben ze het ook nog gekeken naar een hoger rendement op het eigen vermogen. Dat is 35%. En voor hun aandeelhouders is dat een stijging van 34%. Moet er wel bij zeggen dat diversiteit binnen de organisatie niet alleen wordt bepaald door geslacht of leeftijd. Maar volgens Roland Berger moet je ook kijken naar competenties. En wat ik net eigenlijk ook zei, een mindset van personeel. En dan kom ik eigenlijk ook weer terug op onze visie. Dat het essentieel is om eigenlijk gebalanceerde teams te maken en te creëren. Mm-hmm. Want dat wordt ook echt in die research onderzocht. En dat is eigenlijk het meest essentiële als je je organisatie wil veranderen. En waarom denk jij dat organisaties die aandacht besteden aan diversiteit meer winst maken? Nou, ik denk dat het sowieso gebalanceerde teams bestaat eigenlijk uit mensen waar je de talenten en hun sterke eigenschappen benadrukt. Dus een team die zich eigenlijk op meerdere fronten aanvult. Diversiteit zorgt namelijk ook voor vernieuwing en creativiteit. Dus je hebt de juiste mensen op de juiste positie, waardoor je dus resultaat sneller behaalt. En het bevordert creativiteit. Overigens is het zo dat het ook echt millennials aantrekt. Zij zijn gevoelig voor meer inclusieve benadering en voelen zich ook het beste thuis bij een personeelsbestand wat daadwerkelijk ook echt een afspiegeling is van hun belevingswereld. En de samenleving wordt steeds diverser. Dus dat moet je ook terugzien in bedrijven.
Bedrijven kunnen het doen voor hun employer branding. Ja, meer inclusieve organisatie trekt aan. Ja. Dat het dus een positievere branding. Het maakt organisaties productiever. Ik weet dat je van cijfertjes houdt, maar bijvoorbeeld McKinsey heeft ook aangetoond dat organisaties die cultureel en etnisch divers personeelsbestand hebben 35% meer kans hebben op beter rendement. Maar je moet ook wel realistisch zijn dat diversere teams zijn natuurlijk creatiever, maar hebben ook meer meningen, meer discussies. Dus het vergt ook een andere manier van aansturing aan. Dus dat is ook de andere kant van diversiteit. Het is niet alleen maar lofzang. Ja. Maar het vergt echt een andere manier van mensen aansturen. En bedoel je dan, als je als organisatie daarop wil gaan sturen, dat je andere managers aan moet nemen? Of moet je veel ondersteuning regelen, zodat je eigenlijk meer overhead krijgt? Nou, ik denk dat managers ervan bewust moeten worden dat het meer discussie en meer meningen met zich meebrengt. Dus dat moet je op een andere manier bij elkaar houden. En het vergt een andere vorm van leiderschap om een team bij elkaar te houden. En te doen alsof het er niet is, is naïef. Mm-hmm. Dus het vergt hele andere people skills en management skills van een leidinggevende. Ja, en dan kijk ik toch even naar sales teams. Ik vind in het algemeen dat sales managers nog veel te leren hebben op het gebied van überhaupt coaching en management. Maar als je dan die mensen ook nog gaat vragen, je moet ze niet allemaal in een keurslijf duwen, want je moet mensen vrijlaten en hun eigen talenten naar voren laten komen, dan weet ik niet of we dat gaan redden, dit millennium. Sowieso dit onderzoek of dit problematiek duurt nog 2 generaties, hebben ze ooit onderzocht. Dus dat duurt nog 100 jaar. Dus wij gaan het sowieso niet meer meemaken, helaas. Ja. En dat heeft ook wel te maken met de snelheid. Maar je kan mensen hier natuurlijk wel in trainen. Wij trainen natuurlijk sales managers hier echt wel in. Hoe je diversere teams moet aansturen. En je unconscious bias of mindbugs, die hebben we eigenlijk allemaal. Maar als je ervan bewust bent, dan eigenlijk kan je dat veranderen en dan groei je als persoon en indirect ook als organisatie. Dus iedereen moet zich ervan bewust zijn dat je dit hebt. En als een manager hier ook zich van bewust is, dan kan je dingen echt pas veranderen. En dan kan je een team ook laten groeien, want je groeit als persoon zelf ook. En het is niet echt heel erg moeilijk. Hè? We overschatten of onderschatten misschien ook wel een beetje de situatie. Maar verandering brengen begint altijd bij jezelf. En op het moment dat jij inziet, en dat is ook het belangrijkste van D&I, is dat je wel echt de overtuiging moet hebben waarvoor je het doet. Helaas heb ik wel eens een organisatie gehad die zei, weet je Alice, het interesseert me eigenlijk helemaal niet, maar ik weet gewoon als ik niks verander, verlies ik mijn klanten. Dan zul je nooit je organisatie echt helemaal kunnen klaarstomen om een diversere organisatie te bouwen. Dus je moet het echt doen omdat je ook gelooft in de creativiteit. Je moet het doen omdat je gelooft dat het ten goede komt van je organisatie. Maar je moet het niet doen omdat het een moetje is. Nee, maar je moet het dus ook wel echt geloven. En dan kom ik toch terug en eigenlijk vind ik dat wel een mooie ontdekking. Ook hiervoor geldt grow up. De maatschappij wordt volwassener. Organisaties worden groter en groeien ook op in een andere omgeving. Dus op de een of andere manier wil ik zeggen, de hoop is gevestigd op dat mensen intelligenter worden na verloop van tijd op dit gebied. Nou, het is met alles zo. Het is een bewustwording. Op het moment dat je bewust wordt dat de maatschappij aan het veranderen is, dat ook echt de vraagstukken, de economische vraagstukken veranderen, en dat je als bedrijf mee moet veranderen, omdat je gewoon anders inhoudelijk de boot mist. Hmm. Dus je moet het niet doen omdat je vindt dat je het moet doen. Je moet het snappen waarom het noodzakelijk is om de verandering mee te kunnen. Want anders kan je gewoon inhoudelijk niet meer mee op de maatschappelijke vraagstukken. Ja. En dat is gewoon super belangrijk. Ja. En dat heeft niks te maken met het feit dat mannen of vrouwen moeten veranderen. We moeten bewust worden van elkaar. Je moet je bewust worden van de mindbugs. En op dat moment kan je echt samen iets gaan creëren en ga je elkaar versterken en ga je hele mooie dingen neerzetten. Ja. En ik geloof dat dat uiteindelijk hetgene is wat we willen en waar we naartoe moeten. Ja, en ik denk dat verandering vaak ook uit noodzaak wordt geboren. We willen geloven dat mensen van nature goed zijn en de goede dingen doen. Maar verandering helpt vaak als er een echte noodzaak is. En als ik het zo naar de markt kijk, dan zie ik dat de grote organisaties
de multinationals en de bedrijven boven de 1000 man... allemaal wel een soort diversiteitsbeleid aan het ontwikkelen zijn. Maar de MKB-laag daaronder, daar heb ik minder het gevoel bij dat onderwerp bij hun speelt. Ja, ik ben nu een boek aan het lezen en dat heet Alle Mensen Deugen. En ik denk iedereen die dat boek heeft gelezen, heeft ook het geloof en de hoop dat mensen zijn van nature echt goed. Ja. En ik geloof altijd dat we de motivatie hebben om eerder het goede te doen dan het slechte te doen. En dat is in dit onderwerp ook essentieel. Ik geloof dat we van nature niemand willen buitensluiten, want we zijn sociale wezens. Dus het is alleen dat je ervan bewust moet zijn dat je het af en toe wel en niet doet. En het is naïef om te zeggen dat er niemand bestaat die vooroordelen heeft, want we hebben het allemaal. Maar op het moment dat je bewust bent, kan je iets gaan veranderen en creëren. En grote bedrijven hebben natuurlijk ook door middel van onderzoek, researches, natuurlijk al lang door dat op het moment als je organisatie niet klaarstoomt voor de toekomst, dat het je uiteindelijk omzet gaat kosten. Ja, ja. En voor een MKB'er is het ook lastiger om te implementeren, maar niet onmogelijk. Maar als ik dan toch terugkijk naar van investering, ik ben er weg kwijt. Je hebt mij namelijk een stuk slimmer gemaakt op dit moment. Jij gaat uit van het goede van de mens. En je moet altijd uitgaan van het goede van de mens, want de mens is goed. En die schakeling had ik nog niet gemaakt. En ik zit mezelf te pijnigen. Ik denk, hoe komt dat dan? Ik denk dat toch komt doordat we opgegroeid zijn in een salescultuur en in een businesscultuur waar het vroeger vooral ging om cijfers, resultaten. Dat eigenlijk aandeelhouderswaarde ruling was. En dat dan de menselijke factor eigenlijk een soort bijproduct was. Hè? Personeel wordt vaak gezien als productiemiddel. Dus, maar wat ik je wil zeggen, zonder dat ik helemaal die weg op ga, zou ik bijna zeggen van, op het moment dat het management besluit dat we anders met mensen omgaan, mensen meer ruimte geven, meer waardering enzovoort enzovoort, dat dan de werkvloer dat heel snel zal accepteren. Ik denk zelfs dat de werkvloer op dit moment dat al afdwingt. Ja. Dus dat je echt wel een verandering ziet. En dat is natuurlijk ook al in de huidige situatie waarin we zitten, zijn er heel veel managers die het heel lastig vonden om bijvoorbeeld dat hun personeel altijd thuis werken. Totaal geen controle. Want we dachten op het moment dat je naast iemand zit, heb je controle. Dus op het moment dat ze thuis werken, heb je die controle niet. En ik denk dat we daar ook heel veel van hebben kunnen leren. Dat ook al de verantwoordelijkheid die mensen hebben, is best wel hoog. Ja. En de goedheid. Ja. Die is ook hoog bij mensen. Ja. Alleen de vertrouwen, daar moeten we op leren vertrouwen. Dus het is een andere schakeling. Dus tuurlijk, deze periode heeft negatieve dingen met zich meegebracht, maar ook wel mooie dingen. En ik denk als je de mooie dingen onthoudt en dat doorontwikkelt, dan ga je weer dingen creëren. En je gaf net aan ook over salesmensen. Mensen die puur zijn, mensen met de juiste energie, mensen die echt inhoudelijk weten wat ze doen, inhoudelijk weten wat ze verkopen, die zijn samen met partners, opdrachtgevers, hoe je het ook noemt, bezig met een creatie. En dat is waar het om gaat. De hele hit-and-run salescultuur van 10 jaar geleden bestaat bijna niet meer. Je moet als bedrijf, je moet als salespersoon een toegevoegde waarde zijn en iets komen brengen. Ja. En dan ga je mooie dingen doen. En als je dat niet doet vanuit een intrinsieke passie voor sales en creatie, ben je niet succesvol. Hoe kunnen organisaties profiteren door zich te richten op gebalanceerde teams? Wat zijn praktische tips? Nou, de praktische tips, en dat is misschien wel een leuk voorbeeld. Wij hebben een van onze grootste opdrachtgevers, een wereldwijde speler. En toen wij begonnen, dit is nu bijna 3 jaar geleden... toen zijn wij eigenlijk met ze aan de gang gegaan om. En het was echt, dit is een technisch bedrijf. Dus hier zitten echt de engineerings, echt technische mensen. Zijn we eigenlijk begonnen om het C-level en het management-level workshops te geven. Mm-hmm. En dat doen we niet op een belerende manier, maar bijvoorbeeld heel erg van wat ik net zei. Wees je bewust van de unconscious bias. Wees je bewust van de mind bugs. Mm-hmm. Wat je op een gegeven moment zag, is dat op een of andere manier het kwartje viel. Dus niet van de discussie ook, man 55, we doen nu niet meer mee. Dat is echt helemaal de verkeerde discussie. Maar echt vanuit de inhoud, echt vanuit vraagstukken, zijn we het thema met ze gaan behandelen. En uiteindelijk hadden ze iets van, ja, inderdaad, als je het zo zegt. En het kwartje viel op een of andere manier. Wat erin geresulteerd heeft, dat we de afgelopen 2,5 jaar met hun 20%
meer vrouwen hebben kunnen aannemen. Die zich ook echt thuis voelen, die ook echt door zijn gegroeid, die ook echt op managementniveau binnen. Dus je ziet dat de dynamiek van dat bedrijf en ook van afdelingen gewoon totaal is veranderd. Wat echt wel ten goede is gekomen van de organisatie, waardoor we dit nu ook voor hun, voor andere Europese landen voor hun doen. En daar zie je echt de resultaten gewoon echt komen. En dat is denk ik het mooiste. Maar je moet beginnen bij awareness te creëren en ook echt jezelf af te vragen, waarom doen we dit? Als je het niet om de goede reden doet, doe het dan ook niet. Stel je voor dat er een commercieel directeur nu luistert. Dat is niet onmogelijk bij een sales podcast. En die denkt bij zichzelf, dat moet ik doen. Ik heb niemand in de organisatie die dat ooit bij mij heeft besproken. Maar ik wil de eerste stap zetten. Wat zeg je dan dat hij moet doen? Of hij of zij? Bel me. Nee, mooi kan het niet. Dat is een hele goeie. Als salesorganisaties jou inhuren, dan ben je dan de enige? Wil ze dan alleen maar vrouwen in dienst? Of ben je altijd een van de vele recruitmentbureaus? Nou, we zijn eigenlijk altijd de enige, want we werken ook alleen maar op exclusiviteit. Dus wij werken ook niet op no cure, no pay. En wat we gaan doen voordat we überhaupt de opdracht aannemen, gaan we eerst een inventarisatie maken van het team, van het bedrijf. Wat zijn de klanten? Wat hebben ze nodig? Dus we doen een iets andere screening dan andere bedrijven, denk ik. En dan gaan we ook kijken welke skills, vaardigheden heb je nodig voor het team. Tuurlijk moet ik toegeven dat vrouwen echt nog wel zwaar ondervertegenwoordigd zijn. Zeker in sales. Dus de focus kom je wel snel uit op dat er meer gebalanceerde teams gecreëerd moet worden, waardoor je vrouwen moet toevoegen. Maar het is definitely niet alleen onze enige focus. Uiteindelijk geloof ik dat we naar een systeem moeten of naar een denkwijze moeten dat je kijkt naar skills en vaardigheden en de rest, man, vrouw, kleur, religie, is totaal niet relevant. Ja, ik kom er steeds weer op uit. Een stuk intelligentie toevoegen. Het gaat uiteindelijk om realiteit en niet bevooroordeling. Ja, ik denk intelligentie niet, want zelfs de meest intelligente mensen kunnen soms aparte dingen zeggen. Het gaat om bewustwording. Welke tips en adviezen heb jij voor mensen die bij jullie gaan solliciteren als in een salesrol? Als salesmanager of als accountmanager of als salesconsultant. En die denken van ja, ik vind het moeilijk om binnen bepaalde organisaties binnen te komen. Ik weet niet of ik er pas, of ik een vrouw ben, of dat ik een accent heb, of dat ik een handicap heb. Wat zijn jouw woorden voor dit soort sollicitanten? Nou, solliciteren is ook altijd een beetje hoe ik het vergelijk is met het aangaan van een relatie. Het moet aan beide kanten goed voelen. En als een bedrijf jou afwijst op je seksuele geaardheid, op je kleur, op je religie, is het ook niet het juiste bedrijf voor jou. En natuurlijk, onze klanten zitten best wel ver in dat D&I-vraagstuk. Want anders komen ze al niet bij ons. Dus ze weten dat er werk aan de winkel is. Ze willen dat graag oplossen. En dat doen ze onder andere met ons. Maar je moet alleen maar bij bedrijven gaan werken die jou erkennen om je talenten en om je skills en om je vaardigheden en om wat jij mee kon brengen. En de rest is eigenlijk totaal niet relevant. Je moet je als medewerker ook niet in bochten hoeven wringen om maar te voldoen aan het ideale plaatje. Dat hou je nooit lang vol. Nee, mooi. Nou, dan gaan we langzaam richting het einde. Zijn er nog onderwerpen die ik niet heb gevraagd die je graag had willen noemen? Nou, niet 1, 2, 3. Volgens mij hebben we best wel lang gesproken. Nee, ja, volgens mij is het een leuk verhaal geworden. En ik denk ook wel belangrijk. Ja, waarom vind jij het belangrijk? Omdat ik denk op het moment dat we niet meer kijken naar uiterlijkheden of naar seksuele geaardheid of naar afkomst of naar religie, dan kun je echt gaan kijken naar de mens. En dan zul je niet alleen problemen oplossen bij bedrijven. Nu klink ik bijna heel erg EO-achtig. Maar ja. Dan ga je natuurlijk vele andere maatschappelijke problemen oplossen. Ja. Dus het is ook wel een beetje tijd dat mensen elkaar gaan zien voor wie ze echt zijn. En niet alleen maar wat we met het oog kunnen zien. Ik heb genoten van dit interview. Maar ik wil ook graag weten wat jij ervan vindt. En dat kun je me laten weten door een e-mail te sturen naar jozef.stevens@salesbazen.com. En wil je in contact komen met de andere luisteraars van deze podcast? Meld je dan aan bij onze speciale WhatsApp-groep door een bericht te sturen naar 06 876 08
0800-311. Trouwens, dat nummer kun je ook vinden op onze website salesbazen.com. In het dagelijks leven geef ik sales training en geef ik advies aan salesorganisaties. Ik ben niet op zoek naar klanten, maar ik ben altijd op zoek naar sales teams met problemen. En alle vrije tijd besteed ik aan het laten groeien van de salesbazen community. Jij kunt me daarbij helpen door deze aflevering door te sturen naar je collega's of te posten op je social media. Laat snel wat van je horen, want wij zijn benieuwd naar jouw verhaal. Maak er een mooie dag van en we spreken elkaar bij de volgende podcast van Salesbazen.